Stevast met een pintje in de hand werd een begrip in Vlaanderen door de tv-reeks over de Pfafs. Bompa op zijn plekje aan de keukentafel in de villa van de Pfafs in Brasschaat. Een vertrouwd beeld op zondagavond op VTM. Edelbert Zet groeide op in een familie van kermisreizigers. Al op zijn zevende stond hij op het podium als clown en goochelaar. Later had hij ook een snoepkraam. Twee dochters had hij. Toen zijn echtgenote overleed, trok hij in bij de jongste, Carmen, de vrouw van Jean-Marie. Kan je drinken, mannetjes, maak hem dust. Bompa was een levensgenieter. Vooral in de eerste seizoenen was hij vaak te vinden op café. Hij leefde voor zijn pintjes, zijn sigaretten, zijn kinderen, 5 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Zullen we gaan bombarderen? Ja, hè. In de zomer vorig jaar ging het bergaf en moest Edelbert het ziekenhuis in met een longontsteking. Hij moest stoppen met roken en met zijn pintjes en hij vermagerde heel snel. Heb je dat kindje? Wat de bomba? Ja, dochter, kom bezoeken. Ja, wel, manneke. De naam Bompa. Waarom zou ik haar niet meer komen bezoeken? Alle kinderen Pfaf droegen Bompa op handen. Vannacht is hij vredig gestorven in zijn slaap thuis in Brasschaat. Hij was 77. Zaterdag is er een uitvaart. Zondag zal het huidige seizoen van de Pfafs worden onderbroken door een speciale hulde aan de stamvader. De uitzendkantoren vinden dat het systeem van de diensten...